Zorginstelling Het Parkhuis heeft 8 rolstoelen gekregen van het Rabofonds. Dat is een initiatief van de Vrienden van het Parkhuis. Dat is een vereniging die initiatieven doet met als doel wat extra's voor de bewoners. En die hebben bij de Rabobank Drechtsteden, bij het Rabofonds, een aanvraag ingediend voor extra rolstoelen, zodat we met de bewoners meer naar buiten kunnen. Er waren te weinig rolstoelen. Patiënten konden daarom niet altijd naar buiten. Ja, dat kwam wel eens voor. We hebben ook rolstoelen bij de receptie staan die familie bijvoorbeeld mee kan nemen. En die werden wel eens misgegrepen. Dus vandaar dat dit wel een belangrijk initiatief was om te zorgen dat we ook echt de voorwaarden hebben om mensen naar buiten te laten gaan. De zorginstelling wil dat de patiënten zo vaak mogelijk naar buiten gaan. Gewoon het hele beleven van buiten zijn. Hè? De frisse lucht, maar ook de input van de kou op je lijf, de zon op je lichaam, regendruppels op je lichaam. Is gewoon een hele belangrijke input voor mensen die, met name ook dementerenden, die input gewoon nodig hebben. En daar ook gewoon, positief op reageren. Je merkt gewoon als mensen buiten geweest zijn, daar leven ze van op. De rolstoelen kosten samen 4500 euro. Het Parkhuis had te weinig geld om dit zelf te betalen. De Vrienden van het Parkhuis vinden regelmatig sponsors die iets willen geven. Ja, eigenlijk alles qua projecten waarmee we de bewoners wat extra's kunnen bieden is van harte welkom. Maar daarbij kunnen we ook heel erg denken aan extra handjes. Vrijwilligers zijn we ook altijd heel erg dankbaar voor. We hebben heel veel vrijwilligers in het Parkhuis, maar daar kunnen we altijd nog heel veel van gebruiken, zodat we die ook kunnen inzetten om veel voor de bewoners te kunnen doen.